Aflevering 19, Leon's Winementaries. Tijd om eens stil te staan bij hoe wijn nou eigenlijk gemaakt wordt. Nou is iedere poging om de wijnbereiding, met andere woorden vinificatie, samen te vatten, een riskante aangelegenheid. Het procedé verschilt namelijk per type wijn en iedere producent doet het weer op zijn of haar manier. Maar even de basis, wijn is vergist druivensap. Stel je bent wijnboer en je hebt het voor elkaar gekregen dat je druiven lekker rijp zijn geworden, ondanks allerlei bedreigingen van buitenaf. Denk aan te weinig zon, te lage temperatuur, denk aan regen of zelfs hagelbuien, of zaken als hongerige vogels. Je druiven hangen er goed bij en ze zijn optimaal rijp. Dan is je taak als wijnboer je druiven zo snel mogelijk te plukken en die dan rap van het land naar je wijnkelder te brengen. Zeker wanneer het tijdens de oogst buiten heel warm is, dan is extra haast geboden, want het gevaar van oxidatie ligt op de loer. In aflevering 12 had ik het al even over zuurstof en dat dit meestal een positieve invloed heeft op wijn. Maar een te lange periode tussen oogst en gisting levert een gevaar van oxidatie op. En dat wil je niet, want dan krijg je een nare geur aan je wijn. Stel het is gelukt, de druiven zitten in de pers, dan is het natuurlijk wel te hopen dat je een witte wijn wilde maken. Want hier zijn we bij een essentieel punt aangekomen. In aflevering 3 zei ik al dat je heel goed witte wijn van blauwe druiven kan maken door de druiven bij binnenkomst direct te persen, zodat het sap gescheiden wordt van de rest van de druif. Het grote verschil met rode wijn. Om rode wijn te maken ga je dus niet eerst persen, maar gooi je alle druiven in een tank of vat en laat je de hele boel gisten, dus met schillen en pitjes. Heb je dus een foutje gemaakt en wilde je witte wijn maken van je blauwe druiven, dan heb je dus een probleem. Ja, dat gaat niet meer lukken. Want zodra het sap in contact komt met de schilletjes, dan krijgt het sap kleur. Je kan er eventueel nog rosé van maken, door het sap na 1 of 2 dagen af te laten lopen en dan alsnog te scheiden van de schilletjes. Nou, rood, rosé of wit, voor allen geldt dat tijdens de gisting de suikers in de druif worden omgezet in alcohol en koolzuurgas. Dat is de basis van wijnmaken. De gisting begint zodra het sap in contact komt met de gistcellen die zich van nature op de buitenkant van de schilletjes van druiven bevinden. Die natuurlijke, ook wel wilde gistcellen zijn soms wel een beetje lastig controleerbaar en daarom voegt een wijnmaker meestal ook gekweekte gistculturen aan de most toe. Ook temperatuur speelt een grote rol. De gisting start als de most ongeveer 14 graden warm is, terwijl bij een graad op 35 de gistcellen vanzelf weer doodgaan. Er wordt tegenwoordig voor de gisting bijna altijd gebruik gemaakt van roestvrijstalen tanks. Die zijn qua temperatuur namelijk veel beter te beheersen dan houten vaten. De gisting stopt dus bij zo'n 35 graden, maar ook indien de most een alcoholpercentage van 14 à 15% heeft behaald. Ook dan gaan gistcellen namelijk dood. Nou, dit is echt de absolute basis. Er valt nog zoveel meer te vertellen over gisting en het maken van wijn. Morgen gaat het over port en dan komt gisting ook weer even aan de beurt. Heel graag tot morgen, bedankt voor het kijken.